Het is, kijken, 9:30. En ik moet om 10 uur in de sportschool zijn voor Burn. Ik heb al een sportoutfit aan, tenminste. Mijn broek en mijn shirtje eigenlijk alleen. En ik was mijn kruisli aan het klaarmaken. En ik kwam echt tot de ontdekking. Ik schud dus net zo lang met die zak, totdat bovenin alleen maar chocola ligt. Dan denk ik, oké, nu kan er yoghurt bij. Maar ik wilde eigenlijk iets eerder gaan, omdat met Burn word ik dus snel duizelig. Omdat ik denk ik, dat komt denk ik, omdat er geen warming-up is. Je gaat echt gelijk bam met die gewichten de lucht in en hop je best doen. En dan denk ik, ja, weet je, ik moet gewoon ook even opwarmen. Ik kan dat blijkbaar niet, want dan word ik duizelig. Maar ik denk dat ik daar geen tijd voor heb, want als ik nu ga eten en ik doe even mascara op, dan is het kwartiertje voorbij. En dan ben ik nog om 10 uur. Ja, al is het 5 minuten, weet je. Ga gewoon even op de loopband staan, dan komt wel goed. Ik denk trouwens nog steeds de hele tijd aan die laatste aflevering van het seizoen van Grey's Anatomy. Ik hoop echt dat er mensen zijn die dit met mij kunnen delen, want man, wat een aflevering. Ik ben ook zo iemand, ik ontwijk alles wat daarover gaat. Hè. Ik wil niks van tevoren weten. Ieder artikel waar ik ook maar een naam in zie staan, negeer ik gewoon keihard. En nu dacht ik van ja, weet je, dat is dus extra leuk. Want ik wist totaal niet wat er aan zat te komen. Terwijl er zullen ook mensen zijn die dat dan al een beetje weten. En is het effect weg. En ik ben er echt een beetje van ondersteboven. Denk ik, hè? Maar hoe kan dat nou? Dat kunnen ze toch niet zomaar doen? Maar ja, dat doen ze dus wel. Dat doen ze gewoon. Als je hem nog niet gezien hebt, moet je hem echt kijken. Want dan... Dan snap je hoe ik me voel. Ik zit in de auto en niet op de fiets. Ik heb echt een zoektocht gehad naar de fietssleutel van mijn vader. En waarschijnlijk heb ik hem gewoon in een of andere jaszak of tas of wat dan ook. Maar ik kon hem niet vinden. En dus mega haasten. Ik zit in de auto, maar ik ben echt heel laat nu. Ik denk dat ik echt 1:10 aankom. Is niet erg hoor, want je kunt bij Burn ook wel te laat komen. Maar die upwarming. Die moet ik even vergeten. Of gewoon tijdens de les doen dan. Dat ik dan zeg maar iets rustiger aan begin. Dus ik denk misschien dat ik gewoon te veel geef of zo aan het begin. Maar aan het begin gaat het nog het makkelijkst. Weet je? Dan denk je gewoon wow, ja, hop. En dan een kwartier denk ik oké, doet zeer, mijn arm doet zeer, ik wil niet meer. Maar ja, we gaan het wel zien. Ik zit in de auto. Ik zit te twijfelen of ik misschien nog even naar de Ellicoat rijd. De Ellicoat is een heel klein winkelcentrum in Veenendaal West. Waar ook een ethos zit. En ik wil toch eigenlijk wel die Silly Hands nog kopen. En weet je, die gratis topcoat. Ik wil gewoon die gratis topcoat. Ik ben ook een Nederlander. Ik ben gewoon gierig. Dus ja, misschien dat ik dat nog even doe. Maar ik ga even kijken. Ik ben namelijk rond 11 uur klaar met die les. En ik moet om 1 uur werken. Dus het wordt wel een beetje krap. Dus misschien kan ik het beter niet doen. Maar ik ben bij de les. Burn zit erop en check mijn hoofd. Oh man, het was zwaar. Maar het was daar zo warm binnen. Zij zei ook echt van, man, ik geloof niet. Hoe noem je dat? Groepsles, leidster? Dat klinkt echt als kleuterschool. Maar zij zei ook van, oh, het is hier nog nooit zo warm geweest. Het was zo warm. En ik merk wel gelijk, je gaat tot het uiterste. In een groep ga je tot het uiterste. Want je denkt toch, ze kijken naar me. Terwijl volgens mij kijken ze niet naar je. Want iedereen is veel te druk met haar kijken wat ze doet. Maar toch, je gaat wel verder dan dat je zeg maar... Zoals gisteren, toen we zelf cardio deden. Was prima. Weet je, en ik was ook wel moe. Maar zo'n rood hoofd als dit. En zo ver als dit. Nou, ben ik gewoon niet gegaan. Dus wat dat betreft. Het is nu denk ik 2 weken geleden dat we Burn hebben gedaan. Dat moeten we wel echt volhouden. We moeten wel echt volhouden om 1 keer, en ik had het ook met Anne over, misschien zelfs wel 2 keer in de week Burn te doen. Gewoon en die dinsdag en die vrijdag. Want Burn is zo goed. Het is zo zwaar, maar zo goed. Je merkt gewoon dat alle spieren in je lijf doen zeer. En je hebt er eentje, dan moet je dus op je arm, op de onderkant van je arm... En de zijkant van je voeten en dan je heup omhoog. Nou ja, je snapt waarschijnlijk niks van. Ik kan het wel laten zien. Want ik wil dat dus iets vaker gaan doen om dat te trainen. En dan je zijkant, joh. En je arm trilt als een rietje. En de zijkant van je lijf. Oh, dat doet zo zeer. En dat moeten we dus echt iets van. Nou, ik denk 20, misschien wel 25 seconden doen. En ik red dat, nou, misschien 8. En dan ben ik helemaal kapot. Dan lukt het niet. Dus ik wil dat echt gaan trainen. Omdat je dan... Het voelt gewoon... Elke scheut pijn door je lijf voelt alsof er een kilo afvliegt. Is natuurlijk niet zo.
We gingen op de weegschaal staan. Nou, ik zag echt 0,0 verschil. Dan moet ik zeggen, die weegschaal van Fit for Free kun je niet heel goed aflezen. Het zijn echt van hele kleine streepjes. Dat ik denk, ik had liever gewoon een weegschaal gehad die zeg maar cijfertjes aangeeft. Want dan kun je ook zien van, is het 72,8 of is het 73,1. Het scheelt toch weer, hè? Weet je. Iedere ons is een ons. Maar ja, dus ik denk in het nieuwe huisje dat ik een weegschaal ga kopen. Wij hebben thuis nooit een weegschaal gehad. Mijn moeder heeft altijd gezegd, ik wil het niet, want je bent zo dun als je je voelt. Ja. Zou kunnen, maar is natuurlijk niet zo. En omdat ik zo druk aan sporten ben, wil ik toch wel... Ja, dan wil je toch resultaat zien, toch? Daar doe je het toch voor? En ik heb het gevoel dat ik het zie, maar ik krijg er nog helemaal geen opmerkingen over. Dan ken je je eigen lijf het beste, maar... Ik denk wel, er moet wel een punt komen dat mensen ook gaan zeggen... Wow, Sophie, ben je aan het sporten? Je bent zo strak en zo slank. En daar zijn we nog niet, dus voorlopig gaan we nog gewoon door. Deze week heb ik er in ieder geval 3 keer op zitten. En ik ben best wel een beetje trots op mezelf. Ik ga nu naar huis. Het is 11:15, dus ik denk dat ik rond 11:30 thuis ben. En ja, wat ga ik dan doen? Ik zit een beetje te twijfelen. Ik heb een heel rood hoofd. En ik weet dat ik ga in ieder geval nu douchen natuurlijk. Maar als ik ga douchen, dan wordt mijn hoofd alleen maar roder. Want ja, warm. Warmte. Ik kan niet tegen warmte met mijn droge huid. Dus ik heb ook overal jeuk. En als ik nu ga krabben, jongen, dan heb ik morgen een uitslag. Maar dat hoofd, dat blijft nog wel even rood. Dus een video opnemen is niet echt een optie. En ik dacht eigenlijk van, misschien doe ik wel weer een Singing Friday. Maar ik heb niet zoveel tijd. Dus ik denk dat ik dat niet doe. En dan... heb ik eigenlijk gewoon een paar uurtjes vrij. Ik loop echt heel erg voor met vlog editen. Dat is natuurlijk super relaxed. Ik heb volgens mij nu tot en met maandag gedaan. Ik denk dat ik dinsdag nog in ieder geval even doe. Dan kan ik die aanzetten. Ja, gewoon. Ik heb gewoon eventjes nog 2 uurtjes relaxed. Ja, dat is wel heel fijn. Ik heb echt een geweldige ontdekking. Ik zit jullie echt de hele tijd al te vertellen over die laatste aflevering van Grey's Anatomy. Het is niet de laatste aflevering. Er komt gewoon nog één. Oh, dit is zo fijn. Ik ga vanmiddag echt gelijk kijken. Echt. Echt. Oh, dit is... Ja, dit lijkt alsof ik echt vreselijk overdrijf. Maar als je het kijkt, dan snap je het. Het was echt een einde, jongen. Dan weet je echt... Ja, ik bleef er maar over nadenken. Ik heb er echt de afgelopen 24 uur zoveel over nagedacht. Ik ben trouwens al niet meer zo rood. Maar ik ga nu eerst douchen en dan ga ik lekker kijken. Ik moet eigenlijk ook iets lunchen, maar we hebben niet echt iets in huis. En ik wilde eigenlijk proberen minder koolhydraten te gaan eten. Dus misschien dat ik wel gewoon 2 eitjes bak... En dat ik die lekker opeet. Waarom niet? Ik ben gedoucht en aangekleed. En ik wilde even mijn outfit voor vanavond laten zien. Ik heb een heel lief roze trui aan. Dus de vouw zit er nog een beetje in van de... ja, van het opvouwen gewoon. Ik heb mijn Mode Must Has horloge om. Kan ik ook even zo laten zien natuurlijk. Rosé. Echt super mooi kleurtje. Van mijn vriendje gehad ook nog. En mijn hakken. Dit zijn nude hakken van de Primark, 10 euro. En mijn Leather Look Jeans H&M. De trui komt trouwens van de Pieces. En ik heb nog hele schattige, kun je dat zo zien? Ja, hartjes in mijn oren. Gewoon, ja, weet je, we gaan uit eten vanavond. Maar bij de 3 zussen in Veenendaal is niet zo heel chic. Dus het mag gewoon best wel comfy en toch, nou, charmant, zeg maar. Ik ga nu even weer mijn trui uittrekken en mijn werkblouseje aan. Want ik moet zo werken en op deze schoenen gaat dat natuurlijk ook niet. En dan ga ik aan het werk. Het weer is best wel weer oké. Okay. Het weer is weer oké. Okay. Nee, ja, ik dacht echt dat ze de afgelopen tot en met vrijdag echt super slecht hadden voorspeld. Maar het is best wel lekker, de stal ook wel. Weet je, het is vrijdagmiddag. Het is echt weer voor een ijsje. Het is tijd voor een ijsje. Het is weekend. Je mag zondigen. Ik denk dat het best wel druk gaat worden. En daar heb ik eigenlijk ook wel zin in. Dus ik, ja, weet je, ik ben toch altijd baas een avond bij de Lampengiet. Dat is echt wel zo anders. Het is op een of andere manier altijd hetzelfde, zeg maar. Je staat gewoon achter het hoofdbuffet en drankjes inschenken. Daarna ga je door naar de vaat. En dan ga je de drankjes voor de pauze vast klaarzetten. En dan ga je weer naar de vaat en dan ga je opruimen. En dat is het iedere keer. En eigenlijk alleen afhankelijk van... hoe druk het is, weet je ongeveer hoe laat het wordt. En bij Tammega is het altijd anders. Je moet altijd iets anders doen. En tuurlijk schep je ijs en maak je doosjes bonbons. En verkoop je gebak.
Maar iedere klant wil iets anders. En we hebben ook echt wel, zeg maar, nou, of ze willen alleen een doosje met puur. Ze houden heel erg van vruchtensmaak. Ze willen juist geen alcohol. Het is altijd weer, ja, toch afwisseling. Er is geen één dag die hetzelfde is. En dat vind ik toch wel heel fijn. Terwijl bij de lampengiet kun je van tevoren al zeggen van, nou, dit wordt zo'n dag. Weet je, zoals gisteren met Frank Boeien, dan is het uitverkocht. Dan weet je gewoon, nou, dit wordt gewoon minimaal 12 uur. En het wordt druk, het wordt heel druk, het wordt mega veel vaten, het wordt mega veel koffie zetten. En ja, dan kun je er wel op voorbereiden, maar dat kun je bij Tammega ook wel een beetje. Als het echt super lekker weer is. Het is nu echt gewoon, kijk, wat zegt hij? 16 graden. Nou ja, dan wordt het gewoon lekker, dan wordt het gewoon ijsjes scheppen. Dus dat is wel fijn. Ik vind het gewoon, ja, ik vind het alle twee wel leuk. Maar ik denk dat ik bij Tammega wel elke dag zou kunnen werken en bij de lampengiet niet. Nou ja, tot zover mijn werkupdate en mijn werkleven. Een collegaatje van mij neemt 4 dagen in ieder geval over in mei, zodat ik die kan gebruiken om te gaan afstuderen. Ik wilde vanochtend, of nee, eigenlijk wilde ik gisteren mijn afstudeerbegeleider mailen. Dat heb ik niet gedaan. Nu wilde ik het nu doen en nu heb ik het ook niet gedaan. Ik zie er echt tegenop, omdat ik haar zo lang niet gezien heb, weet je wel. Dan denk ik, ja, straks denkt ze dat ik niks doe en ik moet mezelf helemaal gaan verantwoorden, terwijl ik ben echt zo druk, ik ben er zo hard mee bezig. Maar ik heb, ja, kan ik dat haar bewijzen of zo? Moet ik het haar überhaupt bewijzen? Het is natuurlijk mijn afstuderen en het maakt voor haar niet zoveel uit hoe het zit. En zij heeft mij ook niet gemaild en ik vind ook wel, ik heb haar nu echt al 5 keer gezien of zo over het afstuderen. En dan hoort ze eventjes een maand niks van me en dan mailt ze mij ook niet. Dat vind ik ook wel jammer. Zou ik toch wel fijn vinden als ze iets meer betrokken was. Dus nou, dat wordt volgende week. Maandag ga ik haar echt mailen. Dat beloof ik. Ik heb even lippenstift op gedaan en check gelijk het effect, hè. Een gezicht zonder lippenstift is toch niet af of zo. Ik vind het echt zo mooi gelijk. Je straalt meer of zo. Sophie straalt. Hey! Aan. Ik heb zelfs sjaal om. Maar magisch. Geen wonder dat al die mensen ijs kwamen halen. En ik dacht maar, is het al zo lekker? Nou, kan je vertellen? Stik heen, man. Ik ben onderweg naar de 3 zussen. En lekker eten. Ik moet zeggen, ik heb een beetje hoofdpijn. Ik vraag me af of het komt van sporten. Want ik heb wel genoeg gedronken. Ik heb tijdens sporten 1 liter gedronken. En ik heb vandaag nog, nou zeker 3, misschien wel 4 glazen gedronken. Ik heb niet geluncht. Ik heb een appel op en wat macadamianoten. Nou ja, misschien komt het wel door het eten. Gaat zo denk ik wel weg als ik weer wat gegeten heb. Ik heb er wel echt zin in. Hij heeft echt een hele, hele, hele lieve moeder. En ook zij heeft een hele lieve vriend. En het is altijd gezellig. En zij heeft alles, zeg maar, wat mijn moeder niet heeft, heeft zij 10 keer zoveel. Mijn moeder is totaal niet zorgzaam en uit zichzelf dingetjes verkopen. Zij heeft onze halve uitzet serieus gekocht. En mijn moeder heeft 1 ding gekocht. Dus dat is wel heel leuk. En ik kom bij mijn moeder niks tekort hoor. Dat zeker niet. Want mijn moeder heeft natuurlijk weer andere dingen. Maar soms denk ik wel eens van, weet je, als mijn kind uit huis gaat, dan ga ik echt zoveel voor ze kopen. Dan ga ik echt helemaal los. En ik vind het leuk om te zien dat zijn moeder dat dan ook heeft. En we gaan nu uit eten voor de verjaardag van Nick nog. Dus dat is echt heel schattig. En de 3 zussen is heel lekker. Dat hebben we al vaker gegeten. Ik zit een beetje te twijfelen. Ik heb dus mijn MacBook in de auto. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet doen. Want ja, meenemen is natuurlijk een beetje raar. Maar in de auto laten liggen vind ik weer een beetje gevaarlijk.
Dus ik denk dat ik even het scherm erin moet bouwen. Je hebt zo'n scherm in je auto. Dat je zeg maar dingen eronder kan leggen. Maar dat vind ik altijd zo obvious. Denk ik, ja. Dus het scherm is naar beneden. Dus er ligt iets. Want anders zou je het scherm niet zo doen. Maar ja. Dat is mijn vriendje niet mee eens. Dus ik ga dat zo toch maar even doen. En dan ga ik lekker eten. Ik weet sowieso wat ik ga eten. Want het is bij mij altijd hetzelfde. Een carpaccio en een biefstukje. En het is heel druk. Dus ik hoop dat ik een parkeerplekje kan vinden. Mm-hmm. Ik heb niet telefoon erbij. Ik heb gewoon een kaartje op mijn telefoon. Wij ja, gewoon prepaid, ja. Wij ook niet. Wij hebben ook geen telefoon. Ja, maar dat is... Oké, jongens. Ik heb nu echt een weird verhaal. Ik was dus eventjes bij het werk, maar ik was mijn ring vergeten. En ja, je zult het misschien wel herkennen. Zonder ring voelt het gewoon niet helemaal goed. En ik heb dus al eens eerder gehad dat de ring weg was. Toen ik hem op het werk had laten liggen. Dus ik ging nu terug. En ik heb vanmiddag een vrouw geholpen. En die heeft 2 kopjes koffie gedronken. Maar die zat maar en die zat daar maar. En er zat tussen het eerste kopje koffie en het tweede kopje koffie. Zat echt, ik denk 1,5 uur. En ze had het maar over de familie die zou komen. En dus, ja, die zaten in de file, in de file. En ik dacht al wel van, nou, vreemd verhaal. Maar best, ze zullen wel komen. En toen ik dus wegging, toen zat ze buiten op het bankje. En nu kom ik aan. Ik ging om 6 uur weg. Het is nu 9 uur. Kom ik aan. Zit ze daar nog met politie? Nou, dus ik begin tegen haar te praten. Ik zeg, hey, bent u er nog? Zit u hier nog? En wat doet u hier dan? Zit ze, ja, ja, ja. Ik zeg, uw familie stond in de file, toch? En zijn ze u niet komen halen? Blijkt dus, nou echt. Dit had echt zo moeten zijn dat ik hier was. Want die politie, ze vertelde dus niks. Ze praatte niet tegen de politie, maar wel tegen mij. Dus dat ze, ja, ja, mijn familie is niet gekomen. En ja, ik weet ook niet wat het is. Ik weet niet hoe het komt. En toen zei ze, ja, hier is mijn OV-kaart. En heeft ze dus aan de hand van de OV-kaart. En uiteindelijk gaf ze dus het telefoonnummer van haar zoon. Hebben ze haar zoon gebeld. Blijkt dus dat ze een psychiatrisch patiënt is. En ze is gewoon uit Alphen aan de Rijn zomaar op de trein gestapt hier naartoe. En helemaal de weg kwijt. Ook van zo, ik vind het zo freaky. En ze praten gewoon ook alleen tegen mij. Ik voelde me echt... Als ik... Ja, ik had... Nou, dat is toch gek? Ik had hier gewoon echt moeten zijn. Dit was gewoon het goede moment om hier te zijn. En dat alleen maar om die ring. Nou. Wow. Ah, die arme vrouw. Sushi, ze had helemaal blauwe lippen. Ze geeft u geen honger dan, want u heeft helemaal niks gegeten. Zeg, ja, ik heb heel erg honger. Nou, gebakje voor de gehaald, weet je. Nou, dan krijgt ze in ieder geval wat. En zat ze dat gebakje op te eten. Oh, ik heb echt met het te doen. Ik hoop dat ze echt veilig thuis komt. Maar ja, de politie staat erbij. En weet je, ik kon nu ook gaan, want ze praten nu ook met de politie. Ik zei, het is goed. En het is... Maar ik moest haar echt helemaal troosten en zo. Wow. Nou ja, ik hoop echt dat ze veilig thuis komt. Mijn tank is nu gewoon bijna half vol. En eerlijk waar, ik geloof niet dat die ooit zo vol is geweest sinds ik erin rij. En ik rij er al bijna 3 jaar in. Maar ik ben echt zo iemand, ik gooi er elke keer 15 euro in. Ik had er nu zaterdag 20 euro in gegooid. Het is vandaag vrijdag, bijna een week geleden. En ik heb er niet zoveel mee gereden. En nu heb ik er dus 15 euro in gegooid. En nu is het gewoon bijna al vol. Nou, ben ik toch maar weer lief voor mijn broertje. Kijk, we hebben een vet lief kaartje van de moeder van Nick gehad. We krijgen altijd kaartjes van de moeder van Nick. Met kerst, met Valentijn. En nu hebben we dus ook eentje. Lief kaartje. Ik zit op de fiets en het waait heel hard. Goedemorgen trouwens. Ik ben onderweg naar de sportschool. Ik hoop dat jullie het een beetje horen, want het waait best wel hard.